zouden jullie in de politiek gaan? Nee, zelf echt niet. Nee, het attract me helemaal niet. Nee, dat beroep. Ik denk ook echt niet. Ik denk niet dat ik daar de juiste persoon voor ben, zeg maar. Want wat denk je dat de juiste persoon is? Ja, ik weet niet. Een beetje toch wel mondig zijn, denk ik. Poeh, nee. Want? Ik heb er helemaal geen zin in. Ik heb een prettig leven zoals ik nu leef. En ik denk dat het heel hectisch kan zijn. En ik heb geen zin om daar mijn tijd aan te besteden. Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee. En wat is de reden? Gaat mij meestal veel te langzaam. Ik bedoel, als ik iets wil, dan doe ik het gewoon. Nee, daar zou ik niet in gaan. Want? Omdat ik van eerlijk en oprecht hou. En politiek is, zoals het heet, politiek. Allerlei achterkamer afspraken die gemaakt worden. En er spelen zo ontzettend veel belangen mee. Dat je dingen volgens mij niet voor elkaar krijgt naar eer en geweten. Ik denk er wel eens over, soms. Ja, als er heftige dingen gebeuren, dan denk ik, zal ik me daar nou eens druk over gaan maken. Maar heb je respect voor mensen die in de politiek gaan of juist... Oh, jawel, dan wel hoor, eigenlijk. Ja, ik vind het wel knap als je het kan. Het ziet er ook best wel gaaf uit, soms als je dat soms ziet. Maar we moeten wel denken, het moet wel kunnen. Nee, ik zou niet in de politiek gaan. Want, wat zou de reden zijn? Nou, te heftig. Mijn karakter is niet voor politiek, zeg maar. Ik ben een gewone mens. Ik laat die politieke dingen aan de mensen. Die heeft meer verstand over wat allemaal gebeurt in de... Ja, in de society, zeg maar. Ja. Zeg altijd op het moment dat je bepaalde dingen zou willen veranderen, is het makkelijkst om daar zelf mee aan de slag te gaan. Dus aan de ene kant zou ik daar niet direct nee tegen zeggen. Alleen weet ik dat vanuit besturen waar ik in heb gezeten, dat het toch best veel, veel tijd vergt. Nee. Want? Saai. Lijkt me ook wel saai, ja. Wat zou er saai aan zijn? Ja. Eigenlijk allemaal dingen gaan beslissen. Daar moet je allemaal heel veel over nadenken en zo. En dat is saai. Ja. Die jij dan wil, willen andere mensen dan niet. En dat is irritant. Er is mij gevraagd om wat te vertellen over het ideale raadslid. We hebben er in Breda 39. En ze hebben allemaal wel elementen van het ideale raadslid. Maar het ideale raadslid combineert een aantal eigenschappen in zich. Ik zal er een paar van die eigenschappen noemen, in mijn visie. Een ideaal raadslid heeft natuurlijk enorm veel contact met de achterban, met de mensen in de stad. Het ideale raadslid komt uit een vereniging of behartigt de belangen van ondernemers. En heeft regelmatig contact met die mensen en neemt die informatie mee de raadzaal in. Maar vertelt ook waarom dingen in de raadzaal zo gebeuren als ze gebeuren. Waarom bepaalde beslissingen worden genomen. Waarom misschien niet alle input wordt meegenomen. En niet altijd het gewenste resultaat heeft. Dan moet een ideaal raadslid in mijn visie ook een eigen kompas hebben. Een eigen verhaal. Want je kunt natuurlijk opportun zijn en met een aantal dingen meewaaien. En elke keer iets vertellen wat je denkt dat de inwoners van de stad leuk vinden. Maar... de inwoners van de stad zijn niet gek. Dus het ideale raadslid heeft een eigen kompas, een eigen verhaal. Het is nou eenmaal zo dat in het Nederlandse stelsel het raadslidmaatschap vaak iets is wat je naast een andere baan doet. Omdat dat zo is, kan een ideaal raadslid ook delegeren. Als het een grotere fractie is, kan het raadslid de taken verdelen met zijn fractiegenoten. Of als het een kleine fractie is, dan leunt het raadslid misschien op andere informatiebronnen, zoals ambtenaren op het stadskantoor, ambtenaren van de Griffie en misschien wel collega-concurrenten in de raad. Ook niet uitgesloten. Een slim raadslid doet dat. Maar een ideaal raadslid kent ook zijn of haar eigen beperkingen. Sommige raadsleden kunnen erg goed speechen, maar hebben dan weer niet zoveel mee om in de stad te bekvechten met wat soms nodig is met belangenpartijen. Nou, wat is erop tegen dat je in het één je erg bekwaamt en het andere misschien aan anderen overlaat. Dus misschien is het wel eens handig als ideaal raadslid om je beurt een keertje voorbij te laten gaan in de raad en een ander de spreekbeurt te laten houden. Dan denk ik dat een ideaal raadslid ook wel geduld moet hebben. Misschien voor zichzelf, anders gaan de dagen en de maanden wel erg lang duren. Maar ook
voor de inwoners. Want je kunt sommige dingen nou eenmaal niet in 1 jaar of 1,5 jaar veranderen. Sommige dingen duren gewoon 10 jaar of langer. En als je dan constant verkondigt dat we dat in 1 jaar moeten doen, dat het anders een rommeltje is of niet goed is, dan kun je misschien ook wel eens irreële verwachtingen wekken. En daardoor het vertrouwen in het overheidshandelen ook een beetje onterecht beschadigen. Dus een ideaal raadslid heeft geduld en straalt dat soms ook uit. Soms moet hij ook wel ongeduld uitstralen. Hè? Als je echt de boel wilt losfrikken. Dus daar moet hij een beetje mee kunnen spelen. Ik denk dat een ideaal raadslid snapt dat Nederland coalitieland is. En omdat je altijd met meerdere partijen samen coalities moet smeden, heb je ook begrip voor andermans standpunten. Nou, dat betekent ook wel eens dat je water bij de wijn moet doen. En het ideale raadslid raakt niet in paniek als er tijdens de rit af en toe een standpunt een beetje moet verwateren. Iets verder van wat je wil misschien afraakt. Om toch met z'n allen één besluit te kunnen nemen. Een ideaal raadslid kan ook wel toneel spelen. En wat bedoel ik daarmee? In de gemeenteraad moet je soms je verlies pakken. En als je dan tandenknarsend zit en je gaat lopen mopperen, soms schiet dat niet op. Misschien moet je dan toch af en toe tegen de wethouder zeggen, ik vind toch dat u dat heel knap gedaan heeft. Of tegen een collega raadslid, wat had u een goede speech. Ook al denk je bij jezelf, oen, dat helpt voor de volgende keer. En bovenal, ik heb hem speciaal voor het laatst bewaard, is een ideaal raadslid integer. Een ideaal raadslid kan zichzelf in de spiegel kijken. Na een lange avond vergaderen, kan ook als hem of haar gevraagd wordt, nou, waarom heb je dat gedaan, waarom heb je een bepaalde handeling gedaan, kan het aan de pers uitleggen. Nou, dat zijn zo van die dingen die een ideaal raadslid in zijn of haar binnenzak heeft. Het zijn er veel en het is maar een suggestie van de rivier. Want wat maakt iemand geschikt voor de politiek? Nou, ik denk dat je afstand moet kunnen nemen, moet kunnen relativeren en niet te heet gebakerd moet zijn. Ik vind het ook heel belangrijk dan, denk ik, om heel nauw contact ook met bewoners te hebben. Daar ontbreekt het nog alles aan, denk ik. Dat je niet in het vuur van de strijd dingen bederft, bijvoorbeeld. Te snel je mening formuleert. Is er op school ook iets van een schoolraad of zo? Ja, daar mogen wij dan zelf op stemmen, maar... Nee. Dat is ook een vorm van politiek, ja, natuurlijk. Ja, maar volgens mij doen die niet zo heel veel. Nee, volgens mij ook niet. Nee. Volgens mij spelen ze ook allemaal spelletjes. En de ene keer zeggen ze dat, de andere keer dat. En dan elkaar een beetje de grond in boren. En dat is ook niks voor mij, denk ik. Maar en die indruk die jij daarvan hebt, is dat, komt dat door de media of doordat je ervan gehoord hebt of mensen kent in de politiek? Door de media, ook mensen die ik ken in de politiek, maar ook gebaseerd op films. Maar ook als je kijkt naar het grotere geheel van wat moeten ze doen en wat staan ze voor, is het gewoon bijna onmogelijk om daar heel eerlijk en oprecht in te zeggen van dat is wat ik wil en dat is waar we voor gaan. Omdat er zo ontzettend veel belangen meespelen. Ik bedoel, je staat continu bloot aan kritiek. Je kunt eigenlijk nauwelijks een steekje laten vallen of het is gebeurd met je. Faisal Boulakjar, gemeenteraadslid namens D66 Breda. Ik ben sinds maart, dus afgelopen verkiezingen, gekozen. Dus dat is mijn eerste termijn. Mijn naam is Sven Planken. En ik ben voor de VVD commissie niet raadslid bij de gemeenteraad in Breda. Ik ben Karen van Marien, raadslid voor de SP hier in Breda. Peter Albersen, fractievoorzitter van het CDA. En wat houdt een commissielid, niet raadslid, precies in? Nou, eigenlijk ben je hetzelfde als een raadslid. Je mag eigenlijk alles, behalve in de gemeenteraad zitten en in de gemeenteraad stemmen. Je bent fractievoorzitter. Wat is precies een fractie? Ja, een fractie is eigenlijk een samenstelling van mensen van een groepering. Dus CDA, dat is een groepering. En wij zijn met 6 raadsleden gekozen. En met die 6 raadsleden vormen wij dan weer een fractie, dus zeg maar eigenlijk 1 club binnen de club van de gemeenteraad. En hoe ben je in de politiek gerold?
Het is een beetje geleidelijk gegaan. Vanaf mijn 16e, 17e ben ik geïnteresseerd geraakt in politiek. Ik was dat al wel. Ik ben lid geworden van de JOVD, de jonge organisatie van de VVD. En ja, van het een komt dan het ander. Studentendemonstraties tegen de langstudeerboete destijds. Daar was ik ook bij op Malieveld, Den Haag. En wat mij heel erg opviel was dat de SP daar echt tussen stond, tussen de studenten. En heel erg probeerde om de mensen zover te krijgen om iets te gaan doen. Heel erg aangaven van ja, wij zitten in de Tweede Kamer, dat kunnen we wel het roep toeteren. Maar jullie moeten het voor elkaar krijgen. En dat sprak me wel heel erg aan. En toen ben ik eens wat gaan verdiepen, in het programma ook van de SP. En toen was eigenlijk bij alles wat ik las, dacht ik check, check, check. Dat wil ik ook, dat wil ik gaan steunen. Veel met jeugd gewerkt, veel met allerlei organisaties gewerkt. Dus ja, echt van, ik heb niet echt besloten, ik ga nu de politiek in. Maar ja, het komt op je pad, je wordt gevraagd. En ja, voor je het weet zit je in de gemeenteraad. En wat zijn je portefeuilles? Ik doe de commissies maatschappij en economie. En ik hou me daarbij vooral bezig, zelf als eerste woordvoerder, met name cultuur en cultureel erfgoed. En samen met een collega raadslid heb ik heel veel gedaan rondom de drie decentralisaties, dus jeugdzorg, WMO en participatiewet. En dat loopt nu nog? Dat loopt nog steeds, ja, dat zijn wel de grote jongens. Ik heb daarnaast ook de komst van het asielzoekerscentrum gedaan. Dus ja, het is heel, heel divers wat soms ineens voorbij komt en je vindt het leuk om het te doen, daar kun je ook gewoon inspringen. Maar dit is zeg maar bijna de avonduren, dat doe je naast een baan. Ja. Als ZZP'er ben ik letschaderegelaar voor een gedeelte. Daarnaast hebben wij twee kinderen en mijn vrouw is ook werkzaam als klantmanager bij verschillende gemeentes. Dus thuis zorg ik ook voor de kinderen. Ik werk bij de Erasmus Universiteit als tutor. Rechtsgeleerdheid, tweedejaars studenten. Onderwijsgroepbegeleiding eigenlijk. Want het is best heftig, hè, raadslid? Het is zo, het is redelijk heftig. Nou ja, ik heb een onderneming. New York Pizza is voor mij. Dus dat heeft ook de nodige aandacht nodig. Ik werk bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. En ik werk daar fulltime. En ik ondersteun de secretaris-generaal. Maar dat betekent dus best veel tijd nu, alles bij elkaar. Ja, dat klopt wel. Maar ja, ik vind het zo verschrikkelijk leuk om te doen dat die tijd me niet zo heel veel uitmaakt. Dat is wel afstemmen. Ik bedoel, je omgeving moet het bijna ook leuk vinden. Ja, niet zozeer leuk het politieke werk, maar wel... Ja, ook betrokken zijn bij jou als, ja, als mens zou ik bijna zeggen. In de zin van ja, je vindt het leuk, je vindt het nodig, je hebt die drijf. En dat ondersteunen we. Ik heb een vriend die klaagt vooral dat hij zegt, heb je soms ook nog wel eens een uurtje voor mij. En dan zeg ik ja op de bank met mijn raadstukken erbij. Het is veel te combineren. Ik kan niet herinneren de laatste keer dat ik tv heb gekeken, zeg maar. Maar het is wel heel leuk. Je krijgt er ook wel energie van. Maar dat heb je, neem ik aan, ook moeten overleggen met het thuisfront. Een begin van een politieke carrière. Betekent wel wat, ja. Ja, als je er vol voor gaat. En ik ben wel iemand die er vol voor gaat. Dan betekent het soms ook dat je, ja, je wil op vakantie. Maar er komt dan toch iets aan van waar je dan eventueel bij moet zijn. Ja, mensen tussen de, nou wat zal het zijn, 30, 45... die met een carrière bezig zijn, kinderen willen krijgen, gaat zomaar door. Is dit vrijwel niet goed te combineren. Dus ja, in mijn beleving mis je daardoor ook gewoon de afspiegeling van de bevolking zoals een gemeenteraad zou moeten zijn. Wat wil je precies bereiken? Ik ben woordvoerder jeugd en sport. Ik heb veel met jeugd gewerkt, ik ben jongerenwerker geweest. Ik heb gezien dat je door bijvoorbeeld sport als bindmiddel voor de jeugd optimaal een stap kunt laten maken richting een goede toekomst. Talentontwikkeling, ja, dat heb ik gewoon gemerkt. En vandaar ook, dat is een van mijn drijfveren. Wat wil je precies bereiken? Ja, dat is op zich een hele goede vraag. Hè? Want als je er eenmaal in zit en je wordt in het proces gezogen, dan is dat nog wel eens wat je heel snel vergeet. Bijvoorbeeld ook dacht, ik wil echt iets met jeugd vooral ook gaan doen. Ik heb ook jeugdrecht gestudeerd. En vanuit dat dacht ik, ik wil echt iets met de jeugdzorg. Ik ben ook blijkbaar ook op veiligheid. Ik denk, ik wil echt op die preventie gaan zitten met jongeren. Krijgen ze een studie, krijgen ze aan het werk, zorgen dat ze de goede zorg krijgen.
En daar zijn al heel veel slagen gemaakt. Ik heb niet echt een persoonlijk iets van, maar ik hou van de stad Breda. Ik ben hier nog net niet geboren, maar ik heb heel mijn leven woon ik in deze stad. Ik heb gezien, het is gewoon een hele mooie en fijne stad. En ik heb altijd gezegd, dat wil ik ook. Ik zal altijd mijn best doen om dit zo te houden. In ieder geval mijn steentje aan bij te dragen. Dus mijn passie voor de stad, dat is even. Dat is ook even de passie waarom je in de politiek bent. Ja, zeker. En met elkaar probeer je toch een aantal doelen die je vanuit je programma, in je programma heeft opgeschreven, realiseren. En als je stukje bij stukje dat voor elkaar krijgt, dan is dat natuurlijk heel mooi. Ik denk dat iedereen die in de politiek gaat dat vooral doet vanuit een bepaald, vanuit een bepaalde overtuiging. Ik doe dat vanuit mijn liberale overtuiging. Ik wil dat de samenleving liberaler wordt. En dat is wat ik eigenlijk ook wel probeer te bereiken. En ook gewoon een samenleving te creëren waarin het gewoon goed toeven is. En waar iedereen zichzelf kan zijn. En ja, ik probeer daar op mijn hele kleine manier een stukje aan bij te dragen. Voor mezelf, dat is een hele leuke vraag. Voor mezelf eigenlijk niet zoveel. Ik had voor mezelf ook niet per se de ambitie van ik wil per se raadslid of ik wil per se iets in de politiek. Maar ik wilde vooral, wat de SP ook doet, mensen activeren. Mensen zelf achter de broek zitten van joh, je kan zoveel voor elkaar krijgen. Ik vind het gewoon heel erg leuk om met politiek bezig te zijn, om met de stad bezig te zijn. En samen met die, wat is ongeveer 60 mensen met wie we het stadsbestuur vormen, de stad gewoon en de dorpen gewoon elke keer een stukje beter maken. Dat is eigenlijk misschien wel een beetje wat mijn ambitie is. Oké, dus die ambitie voor de stad valt samen met jouw eigen ambitie? Ja, ik vind als ik door de stad loop, en misschien komt het, zeker nu ik zelf mag meedraaien aan de knoppen, dan is die stad op de een of andere manier toch anders geworden. Ik loop elke dag naar het station, ik zie het station elke dag een stukje groter worden, maar ik weet ook precies wat erachter zit, het hele verhaal. Ja, dat vind ik wel heel erg mooi dat je daaraan mee mag werken. Dus zo zie je in de stad wel dingen terug waar je, en je doet het natuurlijk nooit alleen, maar waar je de ene keer eens het initiatief in neemt en de andere keer eens ondersteunt. En, ja, en een derde mogelijkheid is nog dat als je denkt van nou, dat is een hele verkeerde ontwikkeling, en dan voor gaat proberen te liggen. Jullie hebben best wel wat heftige dossiers gehad. Waar zit jouw klankbord? Is dat de fractie of is dat ook thuis dat je daarover spaart? Nee, thuis spaar ik niet zoveel over politiek. Ik wil dat toch. Ja, mijn vrouw, die bespaar ik al die dossiers, maar mijn klankbord ligt echt bij de mensen in de stad. Daar haal ik heel veel informatie vandaan. En ja, je moet toch wat kunnen zeggen over alles. Ik moet dat zeggen over veiligheid, ja, daar weet ik niet veel van. Dan moet ik toch bij de politie langs, bij de brandweer langs, bij de mensen langs, om mijn informatie echt te krijgen. Wat moet je kunnen om raadslid of commissielid te zijn? Wat is een beetje de basis? Ik denk dat je moet natuurlijk gewoon een goed stel hersens hebben, dat is sowieso wel belangrijk natuurlijk. Maar wat volgens mij het belangrijkste is, denk ik, is dat je elke keer opnieuw als je iets krijgt, jezelf de vraag moet stellen van ja, waarom doen we dit? En ook vragen durven te stellen bij datgene wat je als gewoon veronderstelt. Ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste is. Vragen durven stellen, door durven vragen, niet alles voor zoete koek slikken. Want nu krijg je allerlei mooie voorstellen en het wordt natuurlijk heel mooi gebracht. Maar het gaat er ook om door te vragen, omdat je uiteindelijk ook gemeenschapsgeld uitgeeft. Ja, je moet toch vooral heel scherp zijn. Hè? Ook bepaalde dossiers. Je kan een heel dossier, een heel boek uit je hoofd leren, maar daarmee ben je nog geen goed raadslid. Je moet ook precies weten wat de verhoudingen zijn binnen de verschillende politieke partijen. Je moet ook op de hoogte zijn van eigenlijk de waan van de dag eigenlijk. En hoe andere partijen instaan in dossiers. Dus goed luisteren. Kunnen verwoorden. Ja, is dat belangrijk? Een goed debat kunnen voeren? Ja, dat blijft belangrijk. Je moet wel bij je eigen punten blijven. En achterstaan wat je zegt, weten wat je zegt. En up-to-date blijven, nieuws goed bijhouden. En ook weten wat de ontwikkelingen landelijk zijn, maar ook regionaal. Dus je moet best wel en alles verreter aan nieuws zijn. Ja. Zo ook weer kunnen relativeren en belangen kunnen afwegen, is denk ik wel een voordeel, denk ik. En ben je een verbinder of ben je juist iemand die continu op de barricades wil? Een goede samenwerking met
al de 38 andere raadsleden is denk ik een grote pre. De omgang met andere partijen en andere mensen in de raad, hoe ervaar je dat? Ik ervaar dat als heel prettig. Ik bedoel, er is natuurlijk wel, de VVD zit in de oppositie. Dat is natuurlijk wel een bepaalde rol die je hebt. Je bent dan een beetje tegen de coalitie bezig natuurlijk. Maar dat is het spel dat gewoon gespeeld moet worden in de arena van de gemeenteraad en de commissies. Maar daarbuiten zijn de contacten eigenlijk gewoon heel erg goed. En is het ook heel erg makkelijk om ook gewoon partijoverstijgend afspraken met elkaar te maken, dingen voor te bereiden. Dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ik kan het eigenlijk met iedereen goed vinden. Het gaat soms fel aan toe in de raadzaal wel. Maar het is wel altijd hard op de inhoud, maar zacht voor elkaar, zeg maar. Het is hier niet op de man spelen en na afloop kan je met iedereen gewoon een biertje drinken. Maar het is duidelijk dat met bepaalde raadsleden verschil je van mening. En dat mag ook en dat hoort ook. Maar zijn het vrienden geworden of heb je nog steeds gewoon een zakelijke relatie? Ergens tussenin, denk ik. Het is meer zakelijk. Ik kan niet zeggen dat nou echt vrienden zijn geworden. Maar je bent wel ook betrokken bij elkaar. Ja, ik kan niet zo mensen opnoemen die van haat en nijd niet met elkaar zouden willen praten of doen. Ik vind dit een hele constructieve raad. Vond ik de vorige periode trouwens ook. Maar ik begin nu iedereen echt goed te leren kennen. Ja, het zijn over het algemeen gewoon allemaal fijne mensen en die zich ook allemaal goed inzetten voor de stad, voor het algemeen belang van de stad. Iedereen zegt ook natuurlijk, we doen het voor de stad. Maar iedereen zit met een eigen agenda aan tafel. En dat is wel wat het heel boeiend maakt. En dat betekent ook, wil je iets geregeld krijgen, heb je altijd een meerderheid nodig. Hè? 20 handjes in deze raad betekent gewoon dat het plan wat jij hebt door kan gaan. Maar ja, zijn het er 19, dan gaat het dus niet door. En hoe kom je nou tot die 20 of 19? En dat is op zich een heel interessant proces. Ja. Dat is misschien nog niet voorgekomen, dat je moet stemmen voor iets waar je eigenlijk anders over denkt. Kan je daar iets bij voorstellen? Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, ja. Maar dat gebeurt natuurlijk wel eens. Ik hoef dat niet te doen, want ik mag niet stemmen. Nee. Maar je hebt natuurlijk wel eens in de fractie gewoon een keer een discussie over een onderwerp. Ja, waarbij we zijn met z'n tienen. Je hebt niet allemaal 10 exact dezelfde mening. Maar door daar goed met elkaar over te discussiëren, kom je uiteindelijk wel tot een standpunt. Ja. En dat betekent dan soms ook dat je bij de meerderheid moet aansluiten. Ja, zo werkt dat nou eenmaal gewoon. Dat is ook niet erg. In de fractie heb je natuurlijk regelmatig discussie over, en dat kan over allerlei onderwerpen gaan. Uiteindelijk probeer je daar wel één standpunt uit te krijgen en dat lukt. Tot nu toe is dat gelukt. Gaat dat altijd makkelijk? Nee, dat gaat niet altijd makkelijk. Iedereen mag zijn of haar mening in de vergadering kenbaar maken. Meestal komt er een eenduidige visie erop. Maar we hebben wel de vrijheid in onze fractie om eigenlijk te stemmen of te kiezen hoe je wil. En dat is ook heel fijn dat in een fractie kan. Maar mag politiek ook emoties in zich hebben? Ja, ik denk, ik zou bijna zeggen juist. Dat is eigenlijk toch het mooiste wat je ziet als iemand zo betrokken is en een betoog houdt waarbij je ziet dat zijn hart of ziel zo bij dat onderwerp ligt. Ja, dat spreekt. Althans voor mij wel. Dat zijn mooie momenten. Dat vind ik mooie momenten, ja. Wat is nou een dossier of een moment wat je bijgebleven is? Het kiezen van een nieuwe burgemeester voor de stad. Het heeft mij heel trots gemaakt dat ik aan zo'n uniek proces mag deelnemen. En het lot besliste dat ik een lid mocht zijn van de stemcommissie. Daarmee was ik samen met twee collega's eigenlijk de eerste die wist wie de nieuwe burgemeester van Breda zou worden. Dat is eigenlijk mijn hoogtepunt. Dat is niet zozeer een dossier of wat, maar dat zijn de verkiezingen natuurlijk. Dat is op zich is dat iets heel aparts, vind ik. De hele periode ernaartoe, maar de periode zelf ook. En daarna de coalitievorming. Ik bedoel, dat was ook wel een bijzondere periode. Hoe vond je dat moment? De installatie? Als raadslid? Ook wel een bijzonder moment, ja, inderdaad. Het was toch plechtig is het al ineens. Dan is het in één keer echt officieel. Van, oh, en nu zit je er en nu ervoor gaan ook. Ja, nou, als ik terugkijk op het half jaar, vond ik het asielzoekerscentrum. Dat is wel het onderwerp waar ik zelf ook wel. Ik denk dat iedereen
aan het begin een dossier nodig heeft waar je even in valt. Waarbij je ook gewoon alles op je afkrijgt. Ook van je collega, raadsleden en commissieleden. Want iedereen vindt er wat van. En je wordt op alle fronten aangevallen als je iets anders vindt. Dus dit was wel een steile leercurve. Dat was ook goed, zeg maar. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. En dat heeft smaak naar meer? Anders zou ik hier niet zitten. Ik vind dat er binnen de raad hard gewerkt wordt door vrijwel iedereen. En iedereen doet dat vanuit zijn eigen motivatie en eigen drijf. Maar en natuurlijk ook met een andere kijk en een andere blik. Maar dat is goed. Dat is politiek en dat maakt elkaar sterker. Wat heeft het je tot nu toe gebracht, het raadslidmaatschap? Een heleboel. Allereerst heel veel contacten met mensen. Heel veel dingen geleerd die ik nog niet wist, ook over Breda. En wat hier allemaal voor initiatieven zijn, wat mensen hier allemaal doen. Dat heeft het me gebracht. En ook wel veel voldoening, dat je denkt van, goh, ik kan toch echt, als ik hier iets aankrijg, kaarten, ik krijg ook dingen voor elkaar. Ik kan ook echt dingen veranderen hier. Dat brengt ook wel veel genoegdoening. Ja, ik heb heel veel leuke mensen mogen ontmoeten, heel veel nieuwe organisaties leren kennen. De kennis die ik nu heb over hoe het rijlt en zeilt in de stad Breda, ja, dat is heel, heel waardevol. Heb je ook het gevoel dat je anders naar je stad kijkt? Ja, je krijgt veel meer door van wat er speelt. Kijk, ik woon hier sinds kort in de Geren en daar kwam ik regelmatig, daar zat mijn middelbare school ook. En ja, je kent de Geren wel, je kent de Hoge Vught, je weet hoe het een beetje in elkaar zit. Maar nu is het echt dat ik denk van, goh, dan zie je wat voor initiatieven er rondlopen. Dan zie je van de grote broers die daar zitten en de buurtvaders die daar zitten en het buurthuis ons wat daar zit en wat er allemaal gebeurt. En nu zie je hele dimensies ontstaan waar je eigenlijk nog niet zo van op de hoogte was. Wat heeft het je tot nu toe gebracht, buiten dan inderdaad anders naar de stad kijken? Heel veel papier thuis. Dat pelt inmiddels wel een beetje uit. Ik heb er zelf gewoon heel veel. Het is best lastig om na dik een half jaar iets of te zeggen wat heeft hij nou precies gebracht. Maar afgezien van het feit dat je anders naar de stad kijkt, ik heb wel ontzettend veel gewoon ook geleerd. Longt het Kamerlidmaatschap? Nee, maar niet. Nee, waarom niet? Nee, ik ben blij hier in Breda te zitten. Dat vind ik voldoende. Jazeker, ja. Maar ik vind het heel belangrijk wat we in de Tweede Kamer doen, maar ik vind ook de mensen die daar zitten, dat die het ook veel beter kunnen dan ik. Dus, maar die zijn ook misschien als raadslid begonnen? Meestal wel, ja. Sommigen hebben het zelfs een tijdje gecombineerd. Maar wat, want denk je dat er groot verschil is tussen lokale en landelijke politiek? Ja, ik denk het wel. Ik denk ook dat lokaal kan je meer bereiken, heb ik soms het idee. Kijk, in de Tweede Kamer natuurlijk ook, daar heb je het echt over de grote landelijke vraagstukken. Alleen daar loop je soms wat meer tegen de muur op. En hier in Breda, maar dat is misschien ook omdat we in de coalitie zitten, dat kan een voordeel hebben. Maar hier is het vaak van, joh, je brengt zonder aandacht van de wethouder, je brengt zonder aandacht van je mederaadsleden. En het wordt opgepakt en er wordt wat mee gedaan. En ik heb het idee dat je als raadslid wel heel veel kan bereiken. Ja, ik ben er best wel trots op dat ik namens eigenlijk 170.000 mensen vanuit de stad in die raad mag zitten. In feite is er niets mooiers als het besturen van de stad. Tenminste, als je dat overkomt, dat is even zoals ik er nu op terugkijk, ja, dat is gewoon een geweldige ervaring. Ja? Je zou eigenlijk willen dat dat iedereen het zou doen. Kan natuurlijk niet, maar het is heel apart. Maar wat houd je dan precies tegen? De tijdsinvestering, denk ik toch. Elke partij heeft zo zijn voor en tegen, dus dat lijkt me wel lastig. Ze kunnen misschien wel iets bereiken, of niet? Langzaam. En dat duurt me te lang. Maar politiek is dus in jouw oog niet iets waar je er zomaar bij doet? Nee, dat denk ik niet. Tenminste, als je het goed zou willen doen, niet, denk ik.